Goedenavond, dames en heren. Ik ben Gilly. Eerst even een vraagje. Wie van jullie heeft mij nog nooit live aan het werk gezien? Oké. Okay. Nu, dat treft. Ik had jullie ook nog nooit live gezien. Voor alle duidelijkheid, Gilly is niet mijn echte naam. Mijn echte naam is een echte Vlaamse naam. Mijn echte naam is Lieven Gijzen. Maar ja... Maar ik speel heel vaak in het Frans en ook in het Engels. En u begrijpt natuurlijk, met zo'n naam kom je niet ver. Stel u voor dat jullie allemaal Engelstaligen zouden geweest zijn, dan zouden mijn eerste woorden hier vandaag geweest zijn. Hi, I'm leaving. Ja, ik zie mensen kijken. Zo, je moet een klein beetje nadenken, nee, anders werkt dit niet. We gaan eraan beginnen. Ik ben dus inderdaad nogal gespecialiseerd in het doen alsof ik een zesde zintuig heb. En ik zou graag eens iets proberen met jullie. En ik weet ook, als ik iemand aanduid in het publiek, is het altijd achteraf hetzelfde. Ja, maar ja, gast, dat is niet moeilijk. Je brengt gewoon zelf volk mee. Je betaalt ze. Afgesproken spel. En om te verhinderen, dames en heren, dat er afgesproken spel is, heb ik gevraagd aan de mensen van de organisatie om een aantal willekeurige voorwerpen klaar te houden. En de bedoeling is om die met gesloten ogen... in het publiek te gooien. Maar, nee, ik ga iets anders nemen. Ik heb een prop papier bij. Ik ga ze... Oh, de persoon die de prop vangt, die mag iemand anders aanduiden. Hopla, daar komt hij. Wie heeft hem? Wil u even gaan staan, alsjeblieft? Dat van iemand anders... Wil u even gaan staan? Dat van iemand anders aanduiden was een grapje. U mag zelf komen. Kom. Want anders blijven ze gooien met die prop. We gaan namelijk iets proberen, terwijl mevrouw tot hier komt, nog een vraagje. We gaan iets proberen rond telepathie. Wie van jullie gelooft in het bestaan van telepathie? Oei. Blijkbaar hebben we hier niet te maken met een doorsnede van de gemiddelde Vlaamse bevolking, want een wetenschappelijke studie die onlangs gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Dag Allemaal, heeft aangetoond... Dat is zowat 3/4 van de ondervraagden geloofden in telepathie. En daar komt u wel naar voren. Goedenavond. Dag mevrouw, is uw naam alstublieft? Dat mag u hier leggen. Leg maar. Dag Lorette. Lorette, geloof jij in het bestaan van telepathie? Ik zal u plezier doen en ja zeggen. Je moet mij geen plezier doen, hè. Je moet zeggen wat je denkt. Hè. Allee, ik weet wat je denkt, maar de mensen weten daarom niet. Oké, okay, Lorette gelooft in het bestaan van telepathie. Dat is al een goed begin hier. En is er iets dat ik voor jou zou kunnen doen om dat even te illustreren aan de mensen? Voor de mensen die achteraan zitten, Lorette heeft net geantwoord, jazeker, dat kan, zou je het misschien kunnen doen, bijvoorbeeld met een zenertest. En wel, Lorette, het is ongelooflijk toevallig, maar ik heb een zenertest meegebracht. Een zenertest is een test die ontwikkeld werd in de jaren 50-60 door de professoren Ryan en Zener. En de bedoeling was om met hele eenvoudige symbolen mensen te testen op hun paranormale vermogens. En die 5 symbolen kennen we allemaal. Een cirkel, een kruis, 3 golfjes, een vierkant en een ster. En de bedoeling was, 2 mensen gingen aan een tafel zitten. 1 van de 2 koos een symbool, concentreerde zich erop. En dan moest de andere zeggen over welk symbool het ging. En in het begin waren die tests ongelooflijk succesvol. Ja. Tot op een dag dat er een aandachtige stagiair opmerkte van... Ja, maar ja, zou het misschien niet beter zijn van die symbolen op stukjes papier, karton te tekenen in plaats van papier, waar dat je kunt doorkijken. En er werd heel adequaat op gereageerd, zoals dat steeds gebeurt in paranormale kringen. En die stagiair werd onmiddellijk buitengesmeten. In elk geval, we gaan eens proberen, dat met meer dan enkel met die 5 symbolen, we gaan eens proberen. Ik heb iets heel bijzonders meegebracht, met name een onzichtbaar kaartspel. Lorette, kan je het zien? Serieus? Oké, neem het vast alsjeblieft, Lorette. En schud het stevig door elkaar. Nee, haal ze misschien eerst uit de doos, dat is gemakkelijker. Ja, maar het is me... ja, sorry, ik was vergeten te zeggen, Lorette. Haal ze gewoon. Lorette is grappiger dan mij, daar moet er ook een carrière van maken. Nee, Lorette. Oké, zijn ze goed geschud, Lorette? Nee. Maar luister, en ik heb 2 minuten. Lorette, leg het geschudde spel op je uitgestrekte hand. Met de andere hand, coupeer het kaartspel. Afpakken. Oké, de kaarten die je afgepakt hebt, smijt ze maar weg. De kaart waar je afgepakt hebt, die kaart neem je, Lorette. Dames en heren, in elke zaal zit er altijd 1 exemplaar en ik haal ze er altijd uit. Lorette, we gaan er beginnen. Ik heb gelukkig nog een 2e spel meegebracht. Ergens. Ja, hier is het.
Ze zijn uit de doos, Lorette. Als je wilt, je mag ze nog eens schudden. Oké. Okay. Lorette. Coupeer het kaartspel, Lorette. Probeer van ze niet allemaal te pakken. Voilà. De kaart waar je gecoupeerd hebt, die kaart neem je. En de rest van het kaartveld smijt ze maar weg. Lorette, kijk naar uw kaart. Toon de kaart aan de rest van het publiek, maar niet aan mij, dus ik draai me even om. Heeft u allemaal de kaart van Lorette gezien? Oké. Okay. Lorette, je hebt onzichtbare kaarten geschud, een onzichtbare kaart genomen en een onzichtbare kaart bekeken. Mag ik jou één ding vragen? Geloof jij dat allemaal? Ik denk jezelf. Lorette, geloof je het of niet? Je gelooft dat. Dus je gelooft dat je onzichtbaar... Nee, je deed, Lorette, je hebt sympathiek gedaan, je hebt meegewerkt, je deed alsof. En het was ook niet de eerste... Nee, je deed alsof, Lorette. Met andere woorden, in uw verbeelding heb je onzichtbare kaart gezocht. Je deed alsof. In uw verbeelding heb je een onzichtbare kaart genomen. Je deed alsof. En misschien ook aan een kaart gedacht, Lorette. Fantastisch. Lorette, op dat moment en in uw verbeelding, welke kaart had je vast? Nee. Gewoon zeggen, Lorette. Jongen. Mensen vragen zich af waarom dat ik grijs ben. Make up your mind, baby. Ruiten 3. Ja, dat is hetzelfde. Koeken 3, ruiten 3. Koeken 3. Oké, Lorette. Verbeelding is niet altijd even duidelijk. Dit was geen ruiten dame. Nee, was er ruiten... Lorette, probeer misschien gewoon een keer rechts... Het was geen ruiten, het was ruiten 3. En je wilt ook niet van kaart veranderen. Dames en heren, de kaart die Lorette heeft gekozen, ruiten 3, is helemaal juist. Dank je, Lorette. Is het niet goed? Oké, okay, straffer. Dank je wel. Ja, dank je wel, Lorette. Verdwijn. Dames en heren, sterker, in mijn binnenzak zit er één speelkaart met name. De ruiten 3 van Lorette. Nee, oké, okay, straffer. Ik schiet ze door de zaal. Professor Vermeers, ze komt aan bij u in uw rechterjaszak. En van daaruit vliegt ze weer verder. Dat heeft dus verschieten, hè? Ja, sorry, maar zo goed ben ik nu ook weer niet, hè? Dames en heren, voor Lorette haar kaart genoemd heeft, heb ik hier een zichtbaar kaartspel zet. Ik ga je die kaarten tonen met de toppen van de vingers. Ik heb er namelijk twee dingen aan veranderd. Ik heb er de jokers uitgehaald en ik heb één kaart anders gestopt dan de rest. Ik heb één kaart omgedraaid. En om te weten welke kaart dat is, is eigenlijk niet zo moeilijk. Het enige wat we moeten doen, is gewoon door het kaartspel bladeren totdat we ergens één kaart zien die omgedraaid zit. Voilà, we hebben ze. De kaart die Lorette gekozen had in haar verbeelding was ruiten 3. De enige kaart die bij mij omgedraaid zit in dit kaartspel was inderdaad, of is inderdaad, ruiten 3. Dank u wel.